Eerste avond van de Golden Tulip Rally 6 proeven op een programma waarin duidelijk wordt dat deze Rocco Teunissen een hoofdrol gaat spelen in het kampioenschap. Mark Breyer heeft te veel technische problemen en speelt geen rol van betekenis in deze wedstrijd. De man die derde staat in het Nederlands kampioenschap, Erik Wevers, rijdt een wereldwedstrijd. Komt uit Markelo, kent het parcours en verslaat in het donker de Duitse top. Aangevoerd door de winnaar van vorig jaar, Armin Kremer met de Subaru Impreza. Kremer heeft het moeilijk op de donkere, natte weggetjes rondom Hellendoorn en verliest 15 seconden. Very tricky. Kremer lacht, maar het is een boer met kiespijn. Hij heeft het niet zo naar zijn zin. Er stond trouwens nog een Subaru Impreza World Rally Car aan de start van Bert de Jong. De Jong die in juni zijn auto crashte tijdens de rally van Kroatië. Toen zijn enkel brak, maar er hier weer bij is. Maar toch nog wat last heeft van zijn blessure. Hij ligt vierde in de openingsfase. De man met het pechhamertje was dit jaar vroeg aanwezig in Hellendoorn. Op proef 5 gaat de regerend Nederlands kampioen Henk Vos aan de kant met technische problemen. En ook de gloednieuwe Ford Puma Kitcar van Eddy van der Hoorn en André Schonewolf redt het niet. Het is een experimentele auto die veel kinderziektes heeft en van der Hoorn gaat aan de kant. Dan de strijd in de standaard groep 1 klasse. Ook daar een gevecht tussen de Nederlandse top en de Duitsers. Dit is Hans Stacy met de Subaru Impreza WRX. Ongelooflijk klein zijn de verschillen in de standaard groep 1 klasse naar de eerste avond. Deze Giel Bos met de Mitsubishi leidt, maar Hans Stacy en de Duitse top volgen. Erik Wevers is de verrassende leider na de eerste dag in Hellendoorn. Giel Bos leidt de groep M. We gaan naar dag 2, nog 14 proefjes op het programma. En kan deze Armin Kremer het gat dichten met Erik Wevers? Prachtige rallysport daar in Hellendoorn. Maar voorlopig is het tot zaterdagmiddag 3 uur deze Erik Wevers die het snelst is. Rocco Teunissen ligt dan derde in de wedstrijd. Vierde is het Bert de Jong met de Subaru Impreza World Rally Car. Maar de jongen heeft zaterdag veel last van zijn voetblessure. Maar het ging niet zo slecht gisteren, maar nou mijn voet doet. De jongen heeft dan geluk dat Rocco Teunissen op de tweede dag een lekker band krijgt. En de jongen zou uiteindelijk derde worden in het algemeen klassement. Rocco Teunissen wordt vierde, maar blijft goed uitzicht houden op de Nederlandse titel. De titelstrijd die beslist wordt over 3 weken tijdens de Belgische Condros Rally. Zoals gezegd, schitterende rallysport en er gebeurt veel in Hellendoorn. Dit is de leider in de standaard groep 1 klasse, Giel Bos. Of moeten we zeggen, het was de leider in de groep 1 klasse. Bos heeft een lekke band, beschadigt een technisch onderdeel en is uit koers. Deze Hans Stacy leidt voor de eerste maal dit seizoen de standaard groep 1 klasse. Ja, ik voel me goed. Ik heb een goede navigator. De auto voelt goed, dus er zal competitie komen vandaag, is het mij ligt. Waanzinnige competitie in de standaard groep 1 klasse. De showroom categorie zo'n 10, 15 rijders aan de start in deze klasse. En de verschillen zijn ongelooflijk klein. Hans Stacy rijdt superhard zaterdagmorgen en leidt het spel in de standaard groep 1 klasse. Ik ben dit jaar belast met de ontwikkeling van de WRX groep N Subaru. En ik denk dat we tot nu toe al heel veel ontwikkeld hebben en heel veel verbeterd hebben. En we zijn nog niet het einde van de Latijn. De auto heeft nog meer potentieel als we op dit moment tentoonspreiden. Maar ja, het is toch leuk dat we alvast een keer gewoon voorbij alle Mitsubishi's in gaan halen. Stacy rijdt ongelooflijk sterk en ook de andere Subaru, een identieke auto als Stacy, bestuurd door Nelis Verkooyen, doet het steeds beter. Overigens gaat Hans Stacy in november naar de voor het wereldkampioenschap meten aan de RBC Rally. Dan de strijd aan kop. Armin Kremer moet gaan pushen om Erik Wevers in te gaan halen en neemt alle risico's. 200. Wevers gaat vol, 180%, maar redt het niet in de slotfase. Bert de Jong rijdt dan rond op positie nummer 3. En dan de strijd in de standaard groep 1 klasse. Hans Stacy domineert het veld, maar krijgt op de voorlaatste klassementsproef technische problemen. Stacy valt terug. Dan lijkt het alsof deze Duitse Herman Gaster de groep N wint. Maar dan komt als een duveltje uit de doosje deze Peter Bijvelds. Hij heeft zaterdag wat technische problemen gehad, maar gaat ongelooflijk hard de laatste paar proeven. En Bijvelds wint de standaard naar het groep 1-klasse en levert daarmee zijn visitekaartje af. 20 jaar oud, een talent voor de Nederlandse rallysport. Bijvelds wint de groep N. Stacy wordt uiteindelijk derde algemeen.